Over flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ik denk dat we een aantal belangrijke trends zien op dit moment. De eerste is dat we steeds meer gaan produceren in waardeketens. Dus wat je ziet is specialisatie van het arbeidsproces. En als gevolg daarvan wordt het arbeidsproces onvoorspelbaar, wordt het onzeker. En hebben we een flexibele schil nodig. Je ziet dat bijvoorbeeld bij bedrijven als ASML. Die hebben een aantal mensen in vaste dienst, maar daaromheen een flexibele schil om pieken op te vangen. En ook dalen daarmee tegemoet te komen. En ik denk dat die trend doorzet. En dat heeft te maken met het feit dat de wereld globaliseert. En als gevolg van technologische ontwikkeling ontstaan er dan van die global value change, zou je kunnen zeggen. Nou, wat betekent dat voor Nederland? Ik denk verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar instituties spelen daar ook een rol. Op dit moment zie je dat jongeren veelal de flexibele schil vormen. Ouderen hebben een vaste baan, een permanent contract en worden goed beschermd. Nou, dat leidt tot een tweedeling. Die zien we op dit moment al. Jongeren in een flexibele baan, ouderen in een vaste baan. Jongeren hebben weinig kans op een permanente baan, bouwen daardoor weinig menselijk kapitaal op. Terwijl ouderen vastzitten in hun baan. En eigenlijk wat mobieler zouden moeten worden. Nou, als je dat combineert met de trends, zou dat kunnen doorzetten. Zodat jongeren eigenlijk nauwelijks aan de bak komen. Wat je vervolgens in Nederland ziet, is dat die ontslagbescherming voor ouderen enorm hoog is. En voor mensen met een flexibele baan heel erg laag. De verschillen daartussen zijn in Europa echt het grootste in Nederland. Dus als we dat wat zouden kunnen balanceren, naar elkaar toe brengen, zou dat een enorme verbetering zijn. Ik denk dat het kabinet dat op dit moment al doet. Dus Asscher heeft voorstellen gedaan om flexkrachten beter te beschermen. Dus je mag nog maar een 2-jarig contract aanbieden in plaats van een 3-jarig contract. En dat zou kunnen helpen. Ik bedoel, de jury is er nog niet uit, maar het zou kunnen helpen om flexibele krachten betere arbeidsvoorwaarden te geven. Nou, als we dat doen, moeten we tegelijkertijd eigenlijk de bescherming van ouderen wat naar beneden brengen. En nou, dat debat loopt. En daar boeken we nog geen progressie, maar wellicht in de toekomst dat toch een stuk beter gaat. Op het moment dat je dat gebalanceerder hebt, krijg je meer doorstroom op de arbeidsmarkt. En die doorstroom leidt tot een betere allocatie, zodat iedereen op de plek terechtkomt waar hij eigenlijk terecht hoort. En dat is goed voor de efficiëntie van de arbeidsmarkt.